Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. We zijn live in het Zottekot in Pilderbos. En het is hetzelfde concept. Ik vertel sprookjes, omdat als je jong bent, wordt dat regelmatig voorgelezen. Maar dan word je ouder, dan stopt dat. Ik word vandaag bijgestaan door Gregory Van Damme, improvisator. Yay! I love you, Gregory, I love you! Keigoed. En we hebben een titel gekregen van het publiek. Er was eens een brandweerman met watervrees en vuurvrees. Dat is veel vrees voor een brandweerman. Hier gaan we dan. Er was eens een brandweerman met watervrees en vuurvrees. Genaamd Jan. Ze noemden hem Jan met vrees. Jan met vrees. En Jan met vrees woonde op een droog vlakte waar het nooit regent. En dus veel gevaar bestond om branden te hebben. Vandaar dat Jan met vrees zich vrijwillig aansloot bij de vrijwillige brandweer van zijn stad. Alleen was er één groot probleem. Hij had vrees voor alles. Voor vuur, voor water, voor katten. Maar vooral voor vuur en voor water. Ja. Zei Jan. Want er waren weinig katten, dus die vrees was een beetje ongegrond. Maar hij moest van de grote brandweerchef... De commandant. De brandweercommandant, genoemd onder de brandweren... Mannen, moest hij 4 testen doen om te slagen als brandweerman. De eerste test was een simpele test. Vuur herkennen in de verte. Hij moest op een toren klimmen. Ergens in de verte staken ze iets in brand en dan moest hij aanroepen: vuur, vuur, vuur. En daar was hij in geslaagd met parelend zweet op zijn voorhoofd van het kijken naar het vuur. Nu, het vuur was nog heel ver weg, dus de vrees was op dat moment nog niet supergroot. Tweede test was een kat uit een boom helpen. Want daarin zijn brandweermannen meer bezig dan met vuur. Dus de brandweerman zei, help die kat uit die boom. En Jan was bang van katten, maar niet bang van bomen. Dus Jan was een slimme brandweerman in opleiding. Hij pakte zijn kettingzaag, zaagde de boom omver, de boom viel op de grond, de kat liep weg, kat gered. Hoera. Tweede test, geslaagd. Derde test was water. Hij moest met een enorme slang water spuiten naar een zwarte muur. Ooit hadden ze dat gedaan met een witte muur. Maar omdat een zwarte muur even goed kon, deden ze een zwarte muur. Een zwarte muur. Waar ze maanden aan bezig waren geweest om die zwart te maken. Voor de rest niet belangrijk voor dit verhaal. Maar wel een interessant weetje. Een leuk weetje. Ja. En Jan pakte de droge slang, waar nog geen water in zat, rolde die uit, koppelde die vast aan de brandweerwagen, sloot alles aan zoals het hoorde en wist, als ik nu deze hendel opendraai, begint het water te vloeien. Maar er vloeide iets anders. Want Jan had zoveel stress dat langs zijn billen naar beneden de stront in zijn schoen aan het vloeien was. Puur van de stress. Jan glijdde uit over zijn eigen stoelgang op de grond met de slang in zijn handen, waardoor de slang openging en het water in zijn gezicht spoot. Hij was dus niet geslaagd. En zo ging Jan terug naar zijn huis. Helemaal alleen op een droge vlakte waar het nooit regende. Maar Jan dacht... Ik zou toch een goede brandweerman zijn, dacht Jan. En op een nacht, heel de stad was aan het slapen en Jan kon de slaap niet vatten. En hij liep naar buiten. Hij dacht, hey, voor de lol, klim ik nog eens in die toren waar ik ooit op stond toen ik examen moest doen. En daar zag hij... In de verte. Vuur. Vuur, jongens, vuur. Hij was de enige brandweerman die het vuur had gezien. En zonder diploma rende hij naar de brandweerwagen.
Hij sprong in de brandweerwagen en zonder te verpinken reed hij richting vuur. Ondertussen kakte hij als een laarzen vol, maar hij liet zich niet tegenhouden. Kak of geen kak, dit vuurtje zal geblust worden. Tegen dat hij daar aankwam, deed hij zijn cabine, zijn bestuurderscabine open en de kak vloeide uit de bestuurderscabine. Helemaal. Hij sloot de slang aan, maar omdat hij schrik had van water, dacht hij van, ik kan misschien met iets anders blussen. En dus... hij stak de slang in zijn broek. Want hij had toch zo'n enorme stoelgang. Hij pakte emmers, hij pakte al de stront die uit het bestuurderszitje kwam. En hij had zeker 4 of 5 emmers met stront. En dan nog eens de slang die uit zijn gat kwam. En hij smeet al de stront op het vuur. En het vuur ging uit. Alle andere brandweermannen werden wakker van de geur. Van gedoofd vuur door kak. Liepen naar buiten en zeiden, hoe is dit geblust, hoe is dit geblust? En Jan, met vrees, zei... Ik heb het geblust met mijn angsten. Ik heb mijn angsten gebruikt om dit vuur te blussen. En de brandweerchef, die eerst heel kritisch was tegenover Jan, stapte door het volk naar Jan toe. Spelde hem een medaille om en zei, Jan, vanaf nu ben jij officieel brandweerman. Maar wel met van een speciale dienst. De kakdienst. En zo was Jan de eerste brandweerman die het vuur bluste zonder water, maar wel met zijn eigen kak. Wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je iemand kent in je familie die brandweerman is en die stinkt een beetje, vergeef hem dan. Want hij gebruikt zijn vrees om jullie veilig te houden. Slaap lekker.